Goed, welkom allemaal. En met enige trots heet ik jullie welkom bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind. En we zijn zelf nog jong, we bestaan 2 maanden als expertisecentrum en we zijn echt ontzettend blij dat er een hele grote groep betrokken professionals verbonden zijn, nu vandaag de gelegenheid pakken om met ons mee te kijken naar wat is nou belangrijk in dat onderwijs aan het jonge kind. We hebben meer dan 300 aanmeldingen, bijna 400. En al is het een fantastische zomerse dag in de lente. Dus wie weet hebben een paar mensen toch gedacht, ik ga even naar de zon toe. Voor nu wil ik jullie vertellen dat er aanwezig zijn bestuurders, bestuurders van opleidingen, bestuurders van scholen, van kinderdagvang, kinderopvangorganisaties, maar ook van samenwerkingsverbanden. Er zijn heel veel docenten van PABO's aanwezig, heel veel experts jonge kind die onderwijsadviesdiensten werken, heel veel studenten, wat heel erg mooi is, ook mensen uit de kinderopvangorganisaties. En bovenal ben ik enorm blij dat meer dan 200 leraren werkzaam op basisscholen en betrokken bij goed onderwijs aan jonge kind zich hebben aangemeld en vanmiddag bij ons aanwezig zijn. Het wordt een mooie middag, niet alleen buiten, maar hopelijk ook binnen. En hoe gaat die middag eruit zien? Een middag waarin zowel experts, beleidsmakers, de opleidingen en het werkveld aan het woord komen. En waarbij het zal gaan over het belang van goed onderwijs aan jonge kinderen, goede begeleiding bij de ontwikkeling van het jonge kind, de rol die de professional heeft en de rol en de opdracht die het expertisecentrum heeft om daarbij te ondersteunen en ook te inspireren. Hier staat het mooi vastgelegd in het programma. En voordat we aan deze mooie middag konden beginnen, is er al heel veel gedaan. Er is veel gedaan door een aantal beleidsmakers die het initiatief hebben genomen om dit Landelijk Expertisecentrum te realiseren. En ik ben dan ook enorm trots dat we dadelijk 2 gasten aan tafel hebben die daarin heel erg belangrijk zijn geweest. Dat is Barbara de Kort. Zij is voorzitter van Landelijk Overleg van alle PABO's. En dat is mevrouw minister van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij sluiten zo meteen aan deze tafel en dan gaan we met hen verder praten over het belang van het expertisecentrum Jonge Kind. Ze zullen er zo aankomen. Zo, bijzonder welkom, minister van Engelshoven. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, dat vinden wij ook. En Barbara ook een heel bijzonder welkom. Dank je. Een mooie zomerse lentedag. Zeker. En nou, wij vinden het heel erg fijn dat u bij de tijd heeft vrijgemaakt om hier te zijn. En samen met het land, ik heb ze net verteld met hoeveel verschillende mensen we aanwezig zijn, is nader in te zoomen op het onderwijs aan het jonge kind. En u beiden heeft een belangrijke taak, een belangrijke rol gehad in het tot stand komen van dit expertisecentrum. Daar ben ik heel blij mee en ik denk heel veel mensen met ons. En ik zou aan u willen vragen, minister van Engelshoven, waarom vond u het ontstaan van dit expertisecentrum belangrijk? Nou ja, kijk, wat we zagen is dat er al wel een tijdje bijzondere aandacht was voor de ontwikkeling van het jonge kind. Aandacht voor de vroeg- en voorschoolse educatie. De aandacht voor integrale kindcentra speelt daarbij natuurlijk een rol. Waarbij in mijn optiek de grote winst was dat we ook bijvoorbeeld bij de kinderopvang gingen denken ook in termen van ontwikkeling van het kind. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Waarbij iedereen ook zat te kijken van ja, belangrijk die ontwikkeling. Maar het is toch
echt wel iets anders dan de basisschool. En ja, zeker de bovenbouw van de basisschool. Ja. Dus die ontwikkeling was natuurlijk een opdracht in het regeerakkoord om te kijken naar specifiek die ontwikkeling van het jonge kind. En als je dat gaat doen, als je ook gaat kijken van ja, hoe leiden we daarin op? Hoe geven we dat op een goede manier vorm? Dan is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je ook kennis gaat delen. Want kennis ontstaat op verschillende plekken, in onderzoek, in opleidingen, in de praktijk. Maar die kennis wordt krachtiger als je het ook met elkaar kunt delen. En ja, en dat is de rol die we bedachten voor het expertisecentrum. Bundel dat, breng dat bij elkaar en maak het krachtiger. Maak het krachtiger, dankjewel. Barbara, aan jou ook de vraag. Als je, als jij nadenkt over het belang van het ontstaan, waar je veel energie in hebt gestoken om het te realiseren. Wat is voor jou daarin het belangrijkste? Als we teruggaan in de geschiedenis, ook van het opleidingsonderwijs, dan is er eigenlijk vanaf het moment dat de kleuterschool verdween en de kleuterleidstersopleiding verdween, is er zorg geweest over, blijft die expertise die zo ontzettend aanwezig was in de praktijk, maar ook in de opleidingen, aanwezig als het gaat over educatie jonge kind. Nou, we hebben dat in de loop van de tijd regelmatig zien opduiken, de zorg over de educatie voor het jonge kind. En daarbij iedere keer van let erop, het jonge kind kun je niet zomaar beschouwen of benaderen zoals je dat misschien ook het oudere kind zou doen in het onderwijs. Nou, uiteindelijk hebben we met elkaar bedacht, als je die educatie jonge kind goed vorm wil geven, die expertise wil behouden, maar ook die expertise misschien nog weer wil verbreden, uitbreiden en updaten, dan is het verschrikkelijk belangrijk om zo'n expertisecentrum jonge kind in het leven te roepen. En ik ben ontzettend blij dat dat gelukt is en dat we van start gaan. Ja, ja, daar ben ik ook inderdaad ontzettend blij mee. Ik wil nog even inzoomen op, wij zijn geen onderwijsadviesdienst dadelijk, maar we zijn een expertisecentrum gericht en bedoeld om onderzoek te doen. Minister van Engelshoven, als u kijkt naar onderzoek, waarschijnlijk in uw studietijd zelf ook wel een keer gedaan, maar wat vindt u het belangrijkste bij het onderzoek gekoppeld aan dit expertisecentrum? Ja, kijk, het is breder zie je dat het heel belangrijk is dat we ook ten behoeve van de onderwijspraktijk, de ontwikkeling van kinderen, onderzoek doen. En dat we ook werken op basis met praktijken die evidence-based zijn. Goed formuleren van onderzoeksvragen, in het bij elkaar brengen van onderzoek, daarin is dit expertisecentrum natuurlijk heel belangrijk. Maar ook in, je moet natuurlijk een soort cirkel krijgen waarin je onderzoek doet naar wat werkt, wat is effectief, wat draagt echt bij aan de ontwikkeling van het kind. En vervolgens moet je ook weer gaan kijken van ja, wat doet dat in de praktijk en wat leren we daar weer van. Want onderzoek is natuurlijk nooit af. Ja. Dat is ook het fantastische van onderzoek. Ja. Dat het beantwoord vragen, maar roept er ook altijd weer nieuwe op. En mijn droom is dat het expertisecentrum ook die loop gaat aanjagen. Van dat onderzoek doen, maar ook kijken van wat doet het in de praktijk. Mensen helpen van hoe pas je nou die resultaten van dat onderzoek toe in de praktijk. En wat leren we weer voor het onderzoek van die praktijk. Hoe gaan we die nieuwe vragen weer beantwoorden? Ja. En als je dat met elkaar doet, ja, dan ga je kennis en de onderwijspraktijk, de ontwikkelingspraktijk, heel mooi bij elkaar brengen. Ja, dat is een mooi antwoord en voor mij ook een heel mooi bruggetje. Want Barbara, jij bent behalve voorzitter van het Landelijk Overleg van PABOES ook voorzitter van de Stichting van het Bestuur van het Landelijk Expertisecentrum. En in die hoedanigheid staat er een artikel of een interview met jou op onze site. En in dat interview heb je een paar keer het woord verbinden. En heb je zelf gezegd, ja, het is een opdracht van het expertisecentrum om te gaan verbinden. Zou je daar nog eens iets meer over kunnen vertellen hoe je dat voor je ziet? Ja, dan haak ik aan bij de vraag naar het onderzoek. Ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is dat we vormgeven aan onderzoek op zoek naar kennis die werkt. En kennis werkt op het moment dat je de praktijk ook serieus neemt in de vragen, de plek waar het werk gebeurt. En bij die praktijk gaat vragen naar waar loop je tegenaan als het gaat om educatie jonge kind.
Waar loop je tegenaan als het gaat om specifieke benaderingen van het jonge kind? Op basis daarvan zou dan ook onderzoek gedaan kunnen worden. En tegelijkertijd is die praktijk misschien ook wel vormend voor de vraag die je in het onderzoek gaat stellen. Omdat in die praktijk educatie jonge kind er ook een hele specifieke manier is ontwikkeld en die verder uit onderzocht zou kunnen worden van benadering van kinderen. Het kind serieus nemen, het kind respecteren in zijn of haar ontwikkeling en daarin zeg maar, volgend zijn en aanreikend zijn. Veel meer dan wat we in onderwijs misschien al gewend zijn te denken, daar zit een onwetende en wij zullen die onwetende eens wat wetender maken. Wat wetender maken, dat is een mooie uitspraak. Ik heb ook nog zelf veel voor de klas gestaan en dan spreken wij vaak, die professional moet in die zone van die naaste ontwikkeling beschikbaar zijn. Hè? En handelen naar waar heeft iemand een duwtje nodig, waar heeft iemand ondersteuning nodig, waar heeft iemand een toekijker nodig. Wij gaan ook even de verbinding maken, want ik had straks al gezegd, heel veel leerkrachten, maar ook bestuurders, lerarenopleiders zijn aangesloten deze middag. En die gaan naar mentimeter.com. En op de site, of sorry, op uw scherm ziet u het zo meteen. Ik heb net even gezegd Mentimeter, maar ik corrigeer mezelf, het moet menti.com zijn. Maar gelukkig ziet u het beeld netjes voor u. En we gaan u een vraag stellen. En naar aanleiding van de antwoorden vraag ik dadelijk aan de minister en aan Barbara om daarop te reageren. Nou, de vraag is op mijn voor of op mijn school of op mijn opleiding, is daar voldoende aandacht voor de kwaliteit van educatie, onderwijs en het jonge kind? En we kunnen technisch voortaan heel veel, vandaar dat we nu met heel veel mensen in het land praten over het onderwerp jonge kind. En we zitten met een klein groepje hier aan tafel. En het heeft alleen iets van een doorlooptijd nodig. Vandaar dat ik dacht, ik gebruik het moment even totdat we de beschikbare antwoorden hebben om een van mijn favoriete boeken met u te delen. Ze zijn nog aan het lopen of is dit al de einduitslag? Nee. En ik dacht, dat is een tussendoortje waar altijd iedereen op kan antwoorden. Afgelopen week, vorige week, overleed Erik Karle. Ik ben een fervent prentenboekverzamelaar. Ik heb heel veel boeken van hem. Maar ik dacht, nou, als ik dit laat zien, dan herkent iedereen. Ja. Dus ik vroeg me af, mevrouw van Engelshoven, zijn er prentenboeken die u nog herinnert waarvan u zegt, oh, dat heb ik toch veel gelezen of voorgelezen? Ja, ik heb mijn dochter heel veel voorgelezen. Onze favoriet, maar dat was niet zozeer een prentenboek als wel een voorleesboek, was de verhalen van Kleine Beer. Oh ja, 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 ja. Welterusten Kleine Beer. Welterusten Kleine Beer. Ga je mee? Maar ik heb de hele... Ik, volgens mij, want ze zijn al behoorlijk oud, volgens mij. Ja. In mijn kindertijd las mijn moeder ze voor. En ja, het is zo mooi als je dat dan weer zelf kunt voorlezen aan je eigen kind. Prentenboeken, wat ik daar vaak mooi aan vind, is dat je als ouder ook je eigen verhaal erbij kunt verzinnen. Ja. Je hebt heel veel prentenboeken die gewoon een verhaal zijn, maar je kunt er vanzelf nog van alles bij bedenken. Ja. En het mooie is als een kind dan ook zijn eigen verhalen gaat ontwikkelen. Ja. Dus dat is van echt die kracht van boeken. En het is weliswaar niet kinderboekenweek, deze week, maar wel boekenweek. Ja. Dus ga naar die lokale boekhandel en koop een boek voor jezelf, maar ook voor de kinderen. Ja. Nou, Barbara, straks kom ik nog bij jou, maar inmiddels is de uitslag bekend, dus daar gaan we toch even naar kijken. Enigszins oneens en mee eens. Oh, nou verandert nog iets. Even naar de uitslag kijken. Enigszins eens en mee eens wint. Dus dat is denk ik hartstikke mooi. Mooi, mooi. En ik wil u vragen, wat vindt u van deze uitslag? Nou ja, eigenlijk heel mooi om te zien dat de kant die ermee mee eens is aanzienlijk groter is dan de mensen die ermee oneens zijn. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws. En we kunnen op deze manier verbinding maken, maar ik zou heel interessant vinden om van de mensen die
oneens of enigszins oneens, wat mis je? Ja. Hoe kunnen wij, hoe denk je dat wij jouw schoolopleiding daarbij kunnen helpen vanuit dat expertisecentrum? Ja, dat lijkt me inderdaad een hele interessante vraag. En mensen kunnen ons sowieso op de site van het expertisecentrum hebben we natuurlijk een contactmailadres. Hè. Dus schroom niet om daar volop te gebruiken. Dagelijks komen er ook mogelijkheden voor de dingen in de chat te zetten. En dat mag, als dat nu al kan, dan kan dat natuurlijk ook. Barbara, aan jou toch ook even de vraag. Wat vind jij van deze uitslag? Wat valt je op? Wat wil je daarover zeggen? Ik lees er een mooi zelfbewustzijn in van mensen die in de praktijk bezig zijn met educatie jonge kind. Dat het met hun expertise op orde is. En tegelijkertijd is dat een mooie bron voor het expertisecentrum jonge kind. Om van die mooie praktijk ook weer gebruik te maken en te kijken hoe dat met onderzoek verrijkt kan worden. Kijk, goed. We gaan nog een keer wat aan de deelnemers vragen. En de volgende vraag, dan, dat is ook weer op menti.com. Dat is, dus ga er alvast naartoe. Dat is geen vraag met oneens eens, maar dat is een vraag waarin we u vragen om drie woorden te noemen. Woorden van thema's die je belangrijk vindt. En in de tussentijd dat jullie dat doen, ga ik aan Barbara vragen wat haar lievelingsprentenboek was. Wat we met de kinderen hebben stuk gelezen, gekeken moet ik eigenlijk zeggen. Het was een prentenboek zonder verhaal, geschreven verhaal erbij. Het was Monkey. Oh, ik dacht dat je dat ging zeggen. Ja. En het is precies zoals je zei, het geeft ruimte om je verhaal erbij te vertellen. Het ontlokt kinderen een verhaal als ze meekijken en verbazing, emotie. Er ontstaat dus een prachtige, het klinkt misschien wat zwaar, maar er ontstaat een mooie dialoog rond zo'n prentenboek. Omdat je daar beide je verhaal aan vervlecht. En het blijft het lievelingsboek. Ja. We zijn aan het verhuizen, ik kwam hem weer tegen en hij gaat mee. Zo is het maar net. En ik zie dat er ondertussen alvast heel veel woorden komen, maar het beweegt nog. Dus dan neem ik even de gelegenheid om toch ook iets over een prentenboek te vertellen wat ik zelf zo mooi vond. Zeker, Rupsje Nooit Genoeg is een klassieker. Maar als ik dan naar Erik Karle kijk, dan wil ik toch ook nog even het boek Papa pak jij de maan voor mij onder de aandacht brengen. Met dat boek heb ik in de tijd dat ik zelf leerkracht was van de groep 1-2 zoveel plezier beleefd met kinderen. We hebben het wel 100 keer behandeld. Van voorlezen tot in een kijkhoek, tot afstanden, tot wat is de maan, hoe zit nou de maan en de zon in elkaar. Het was werkelijk waar fantastisch om over zo'n boek te werken. En prentenboeken zijn een hele rijke manier, vind ik, om onderwijs met jonge kinderen vorm te geven. We gaan even kijken. Het is, het werkt zo dat de grootste lettertype, dat is het meest benoemd. En het beweegt nog wel her en der, maar volgens mij hebben we toch al wel twee onderwerpen die heel sterk naar voren komen. En minister van Engelshoven, ik vraag u even om een eerste reactie daarop te geven. Ja, kijk, spel, ik denk dat voor zich speelt. Wat ik heel mooi vind, wat ook echt groot staat, is die betrokkenheid. Ja. Die betrokkenheid op die kinderen in je groep, die betrokkenheid met waar je mee bezig bent. Volgens mij is dat, daar begint alles mee. Gewoon betrokkenheid voelen met waar je mee bezig bent. Ik zou bijna zeggen van ja, toch ook waar je mee bezig bent in je werk, en kinderen net een beetje onder je huid laten komen. Dan ontstaat echt de betrokkenheid. Dus ik ben heel blij dat dat hier in grote letters staat. En als ik u mag vragen, het net een beetje onder de huid laten komen, wat ziet u dan voor u? Ja, kijk, volgens mij wordt onderwijs en werken met een ontwikkeling van kinderen het mooist als je toelaat dat het je ook echt raakt wat je doet. En dan ontstaat betrokkenheid. En dan, want het betekent dat je gewoon heel goed kijkt en observeert. Volgens mij staat er, zag ik ook ergens observatie staan. Ja. Wat gebeurt er met dit kind? En wat heeft die van mij nodig? En dat is de fantastische interactie die onderwijs kan zijn. En ik kan het zelf niet, maar ik vind het fantastisch om ernaar te kijken als dat gebeurt. En wat het met
zowel de leerkracht doet als met het kind. Ja. En kinderen voelen dat, hè? Die betrokkenheid op henzelf voelen ze als geen ander. Ja. Dankjewel. Barbara, er staan heel veel woorden. Jij mag er één kiezen en dan mag dadelijk de minister nog een nieuwe. Dus oriënteer u alvast even. Ik kies toch voor wat nu centraal staat, het woord spel. Mm-hmm. Het verbaast me niet dat dat in het midden komt te staan. Als het over jonge kind gaat, dan hebben we het ook over spel. Maar ik wil er wel graag bij aantekenen dat het woord spel soms wat aan een soort inflatie onderhevig is. Omdat men denkt dat het over spelletjes gaat. En een beetje hier en daar knutselen of een beetje met zand knoeien bij de zandbak of wat dan ook. Terwijl we, nou ja, met Huizinga, hè, laat ik die nog maar even aanhalen, weten dat het spelen hoort bij de condition humaine. Het gaat om je ontwikkelen door het leven ook spelmatig te benaderen. En je ziet dat buitengewoon groot, uitvergroot terug bij jonge kinderen. En het zou de moeite waard zijn dat we dat blijven volhouden, ook in wat volgt op de fase van het jonge kind. Dus dat centraal stellen, daarnaar kijken, het leven en alles wat daarbij hoort benaderen, ook als een spel wat gespeeld kan worden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Okay. Kijk alvast naar de volgende, want dan vraag ik nu de minister of u al een nieuw woord heeft gekozen. Even ook daarop aanhaken, er staat ook spelend leren. En dat is wat er met dat jonge kind gebeurt. Je leert al spelend leren en dat neem je voor de rest van je leven mee. Het is zo ontzettend belangrijk. Dat maakt dat je ook in je hele leven leren leuk blijft vinden. Maar die wilde ik er niet uitpikken. Maar er staat ook ontwikkelingsvoorsprong. En dat is eigenlijk, waarom doen we dit? En waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Ook omdat we weten dat kinderen die de kans krijgen om zich in die jonge leeftijd goed te ontwikkelen, die hebben een voorsprong voor de rest van hun leven. Ja. En dit is zo'n belangrijke fase waarin je dat doet. En het is, we moeten dat ook gewoon elk kind gunnen. En daarom is het heel belangrijk dat we dat jonge kind benaderen vanuit de kracht van ontwikkeling, maar dat we het ook echt elk kind gunnen. Helder. Ik wil daarvoor dat ik Barbara naar jou ga, wil ik daar graag het moment ook even voor pakken om u ook iets mee te geven. Nu u het woord kansen voor kinderen noemt. We weten uit de literatuur hoe belangrijk die eerste levensfases daarin zijn. Hè? Dus ik hoop dat we in de nabije toekomst, dat het op de agenda blijft. Op de agenda van formaties, weet ik niet wat. Maar dat we daar inderdaad de koppeling gelijkheid en kansen en jonge kind, dat we daar inderdaad oog voor blijven houden. En ik weet dat het bij u in goede handen is. Ik weet niet of u gaat blijven, maar dat zou natuurlijk een mooi iets voor ons zijn. Ja, maar we hebben het voor de nu voor de kabinetsformatie hebben we wel de bal op de stip gelegd. En om in speltermen te blijven. Ja. Het enige wat ze moeten doen is hem want kijk, we hebben daar heel goed naar gekeken. En als je uitgaat van het belang voor ieder kind om te ontwikkelen, dan is dat de kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie als gewoon basisvoorziening voor iedereen. Ja. Ja. Dat kan. En die stap moet nu echt gezet worden. Dus het is wel een van de belangrijkste opgaven die op die formatietafel ligt, wat mij betreft. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zomaar even tussendoor aan deze tafel. Barbara, heel even terug naar ons woordweb. Welke pak jij er nog uit? Ik pak uit het woord interactievaardigheden, het eerste stukje, interactie. Dat was een heel belangrijk iets, denk ik, in iedere vorm van educatie, ook educatie jonge kind. Waarbij ik interactie zelfs nog zou willen verdiepen in de richting van dialoog, dialogiseren. We hebben wellicht in datgene wat we kunnen aanreiken kinderen iets te leren, maar omgekeerd hebben wij ook van kinderen te leren en zeker van jonge kinderen kun je leren. In mijn eigen ervaring als docent heb ik tot het laatste moment dat ik les gaf of college gaf ook van mijn studenten en leerlingen geleerd. En ik denk dat onderwijs daar ook over gaat. En ook educatie jonge kind. Ja, dankjewel. Voordat we gaan afsluiten. U beiden heeft een enorme inzet gehad om dit te realiseren. Daar zijn we heel blij mee. Ik kan me zo voorstellen dat je ons iets wilt meegeven. Dus ik geef even de gelegenheid om te zeggen. Beste directeur, beste mensen van het Landelijk Expertisecentrum, beste werkveld. Dit wil ik jullie toch nog even meegeven. Ja, heel graag. En dank voor de gelegenheid. En het hangt
eigenlijk heel erg samen met inderdaad die interactie en wat we van kinderen kunnen leren en wat we dus ook met elkaar moeten blijven doen. En dat is het altijd blijven stellen van die waarom-vraag. Kinderen kunnen het soms tot vervelend toe, zeker thuis. Dus wij kennen allemaal dat moment dat je op een gegeven moment zegt, ja daarom. Ja. En dat is dan niet het goede antwoord. Maar als je altijd bij de dingen die je doet de vraag durft blijven stellen en elkaar durft blijven te bevragen op, waarom doen we dit eigenlijk zo? Dan ga je altijd op zoek naar inderdaad de motivatie om het te doen, maar ook altijd naar de manier waarop het beter kan. En dat is de rol van het expertisecentrum ligt ook om tot vervelens toe die waarom-vraag te blijven stellen en te blijven beantwoorden. Oké, dankjewel. Barbara, jou ook de gelegenheid. Wat geef je ons mee? Terwijl je aan het spreken was, dacht ik, er is een begrip wat ik ontleen aan een filosoof, Hannah Arendt, die heeft het over nataliteit. En zij bedoelt daarmee, ieder mens wordt geboren en komt in een gezin terecht en heeft bepaalde kenmerken enzovoort. Maar zij vraagt aandacht voor de tweede geboorte en die duidt ze dan aan met nataliteit. En dat is het moment waarop je in de wereld komt. En dat is bijvoorbeeld aan de orde op het moment dat je het huis verlaat om naar school te gaan of naar opvang te gaan of wat dan ook. En die opvang en de school is een soort oefenplek om dan uiteindelijk die stap te maken. En Hannah Arendt zegt bij dat begrip nataliteit, het is zo mooi om te zien dat je de mogelijkheid hebt, en je ziet dat aan kinderen die die tweede geboorte doormaken, dat je iedere keer de kans hebt om opnieuw te beginnen. En dat is iets waarvan ik denk, als we iets voor het voetlicht zouden kunnen krijgen in de educatie jonge kind, is dat je inzoomt op mogelijkheden om opnieuw te beginnen en de kansen te nemen en te krijgen die er zijn. Nou, mooi. Dank u wel, beiden, voor alle inzet voordat we hier aan tafel konden gaan zitten en voor uw betrokkenheid. En minister Van Engelshoven, u speciaal bedankt dat u tijd vrij heeft gemaakt in uw agenda om hier live in de Kamer aanwezig te zijn. En jullie heel veel succes bij alle werk, bij het belangrijke werk wat jullie gaan doen. Dankjewel. Dan gaan we nu over...